Welkom bij het Provaderjournaal. Dag 2 alweer van de vastgoedbeurs. Ik zou zeggen, blijf kijken. Zeker omdat het thema vandaag verleiding is. Meneer Sandbergen, bent u een beetje een goede verleider? Ik vind van wel, ja. En uw vrouw ook? Ja, dat denk ik wel. Zou ik haar moeten vragen? Ik ga het even checken vanavond. Maar hoe is het met de klanten? Ja, heel goed. Ja, dat is onze sport om klanten te verleiden. En eigenlijk meer dan een sport, dat is ons vak. Waar zit dat dan in? Dat zit hem in onze klanten helpen om wat vooruit te komen. Klanten inzicht te geven in wat we allemaal kunnen bieden. En dat is een verleidingsproces. Nou, hier word ik verleid met lekkere sapjes. Wat hebben jullie vandaag voor lekkere sapjes? Ik heb hier nog een heerlijke appel, aardbei, banaan, basilicum. Nou, daar doe ik het voor. Lekker, dankjewel. Tin tot op mijn tong. Hoe verleidt Amvest zijn klanten hier? Frits, is heel eenvoudig. Wij verleiden onze klanten met zand. Met zand? Ja, kijk maar hier naar onze stand. Het is helemaal in de sfeer van duinen opgebouwd. Dus van zand. Mm-hmm. En wij bouwen en realiseren onze woningen in het duinenlandschap. En we verkopen en verhuren deze woning aan onze klanten. Ja, wel lekker typisch Nederlands. Absoluut. Waarom heeft u besloten om mee te doen? We hebben dit jaar besloten om mee te doen omdat wij de Nederlandse markt als een zeer opkomende markt zien. Waar zeer veel kansen liggen. We zijn een internationaal bedrijf. En we proberen nog altijd spreiding te zoeken qua risico. 5e jaar alweer dat u op de Provada staat. Waarom bent u weer gekomen? Nou, het mooie aan de Provada is dat we altijd onze klanten hier ontmoeten en nieuwe relaties. Dus we komen graag ieder jaar weer terug om dat weer te zien. Ik loop even snel door. Hier MVSA Architects, bekend van het nieuwe ontwerp van het station Rotterdam. Ben je blij dat er weer meer aandacht voor architectuur is? Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat iets is wat je eigenlijk ten alle tijde behoort te hebben. Een goed plan. Soms heeft het niet eens met geld te maken. Het heeft gewoon te maken met je goede uitgangspunt. Dan kom ik in de wandelgangen mevrouw Dekker tegen, lid van de Raad van Aanbeveling van de Provada. Het thema vandaag is verleiding. Heeft u daar iets mee? Nou, daar heb ik zeker iets mee. Als het gaat om het verleiden, dat mensen weer gaan investeren. En dat is natuurlijk erg moeilijk, omdat iedereen een beetje zit te wachten op de effecten van de maatregelen van de minister Blok op de woningmarkt, maar ook op de transformatie van kantoren bijvoorbeeld. Flip, ik kan me vergissen, maar volgens mij is het drukker dan anders. Het is drukker dan anders. Gisteren hadden we al de drukste dag van allemaal. En ja, ik verwacht dat er nu 10.000 mensen binnenlopen. Ja, dat is een record. De branche is toe aan rebuilding. Jazeker. En de mensen zijn positiever. Er is wat meer geld in de omloop. Er wordt wat meer geïnvesteerd. Er zijn mensen die jarenlang een deal hebben kunnen doen. En in één keer deals doen. Dus iedereen is positief. Het was weer een mooie dag op de Provada met het thema verleiding. Ik denk dat het netwerk hier nog wel even doorgaat. Wij zijn er morgen weer. Dan is het thema authenticiteit. En ik denk ook dat weer een hele interessante dag wordt. Dus ook morgen graag weer kijken naar het Provaderjournaal. Voor nu bedankt en tot ziens.